Er stond maar één obstakel tussen ons en Romeinse grond. Bijna 200 kilometer sneeuw, ijs en rotsen. Hannibal trok de Alpen in toen de winter begon. Zijn mannen waren het milde klimaat van Spanje en Noord-Afrika gewoon. Ze waren slecht voorbereid op het barre klimaat dat ze hier het hoofd moesten bieden. Ze trokken tot op een hoogte van 2400 meter, zonder eten, zonder onderdak of rustpauzes. Om ons doel te bereiken, mocht ik mijn troepen geen rust gunnen. Als we halt hielden, zouden we omkomen. De kou en de honger knaagden aan ons. Come on! Keep moving! That's it! Elke dag stierven wel 1000 man. Maar ik liet me niet van mijn koers afbrengen. Eenmaal op de top zagen ze dat een grondverzakking het pad bergafwaarts had afgesloten. Why are we stopped? The way is blocked. Bring up firewood and the wine. Laid on his side in the snow. Keep it cold. Just needs time.
50.000 man zijn de bergen ingetrokken. Amper iets meer dan de helft bereikt het einddoel. Maar om de Romeinen uit Carthago te houden, was ik bereid dit offer te brengen. De veldtocht vanuit Carthago had 7 maanden in beslag genomen. 70.000 man was onderweg omgekomen of gedeserteerd. En nu stonden ze voor een nog grotere uitdaging. We're through. Hannibal was gekomen om te vechten, maar zijn verzwakte en gedemotiveerde troepen hadden nog altijd hun vijand niet gezien. They made it through. But now they are all sick. It's the cold, General. They're not used to it. Can anything be done? Rest, perhaps. But even then, I can't be sure when they'll be ready for battle. This is no army. They just need food and rest. We need more men. We will find more men among the local tribes. All savages. Warriors, Maharabu. Like us. Who hate Rome. Like us. Ik vocht niet alleen tegen de Romeinen. De helft van uw leger bestond uit bondgenoten uit heel Italië.